Probeert u dat thuis maar een keer met veel van de chefs die dat u heeft. Deze chefs van Visbelly, die hebben een perfecte balans in het water. En dat is ook hetgeen dat u onder water uiteindelijk ziet. En daarom is het van cruciaal belang dat de balans van de chef goed is en het gewicht van de haak in verhouding met de chef. Want dat is dus ook van heel groot belang. Dat houdt in dat je dus bij kleinere chefs kleinere haken gaat moeten gebruiken. Nou is het gebruik van kleine haken weer een probleem op het moment dat je dus een kleine haak gaat gebruiken zoals dit. Even een nieuw setje pakken. Dan heb je gewoon het probleem dat de inhakingskans, als je dit dus gaat doen en je gaat die haakpunt doorbrengen, dan zit eigenlijk maar de helft van die haakpunt is bloot. Dus je inhakingskans, zeker als je dan al op een strakkere lijn gaat vissen, is klein, want die vis die moet dat tot zich nemen. Dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld klassiek, zoals wij gewend zijn van te vissen in Nederland, altijd met jets, een jigkop, en we gaan dus een staartrecht monteren. Want er is nog altijd een, ja, iets wat leeft, van snoekbaarsen zijn zo intelligent geworden omdat wij erop vissen, dat ze in de staart bijten. Neemt u van mij één ding aan, ik heb honderden filmpjes gezien onder water opgenomen van roofvissen die dat dus een prooi pakken. Er is geen enkele roofvis en geen enkel roofdier in de wereld die dat dus een prooi zal pakken aan de staart. Hij zal altijd naar de kop gaan. Dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld in de Amazone en alle andere tropische wateren alle vissen een oog op de staart gekregen hebben. Dat is om weg te komen, omdat de roofvis daarop zal focussen. En dat oog is meestal groter dan het werkelijke oog. Dat is de reden. En dus dat is nadenken, dat is in de natuur zo gemaakt. Waarom hebben we die staarttrek nodig? Want ik heb niet gezegd dat die overbodig is. Maar het is een fabeltje dat het komt omdat snoepbaarsen slimmer worden. Het heeft alleen maar te maken met het feit, en daar komt dan het voordeel van het dropshot tot uiting, als we deze montage vissen, dan heeft een vis hierin weerstand. En dat is de hele duidelijke reden, want wij willen uiteindelijk in omstandigheden waarin dat we dat aas aanbieden, willen we dat ook goed voelen. Dus we nemen iets zwaarder gewicht. Dat gewicht moet allemaal binnen geslurpt worden door die snoekbaars met dat vacuüm dat die maakt. En dat is de reden dat dit eerder zal komen. En dat is de reden waarom dat we vissen aan de staart zullen vangen. Want hier zit het gewicht. Het is logisch dat dat eerder komt. En dat is het grote voordeel van het dropshotten. Als je dus een dropshotten bekijkt, op die gecontroleerd slappe lijn en met zo'n grote haak, als ik deze haak dus inderdaad, ik had een klein haakje opgezet. Als ik dit dus op de haak zet, dan heb ik een redelijke haakpunt heb ik bloot. Als ik dit in het water zet, is dat prima. Dus dat werkt gewoon goed en die beweging is goed. Maar met grotere sets is dat vaak een probleem, want er is een heel groot deel van die haak is weg. Nu hebben we daar een hele mooie oplossing voor. Want ik heb hier een flesje Grow Soft Bait Blue. En we verkopen het uiteraard, maar het is wel een wondermiddel. Want er is geen enkele lijn, en u mag van mij alle secondenlijn proberen. U heeft gezien wat ik net gedaan heb. Ik heb deze set heb ik dus gewoon nat gemaakt. Als ik nu een druppeltje van die lijn op die set doe. En ik ga gewoon met mijn haak, kan ik in plaats van hem erdoor te voeren, plak ik hem er gewoon aan. Ik heb mijn volledige haakpunt heb ik nou vrij. En dan gaan we zeggen van ja, kijk, zit dat dan vast? Dat zit dus inderdaad vaster dan dat ik dat gewoon aanprik. Dat is ook hetgeen wat ik bijvoorbeeld doe als ik op grote zeebaars vis met makrelen. Dan heb ik een enkele cirkelhoek heb ik in de bek gelegen. En dan plak ik een enkel haakje gewoon op de zij. Ik prik er geen dreg in dat die vis dus inderdaad begint te bloeien en dat die daarvan kapot gaat. Nee, ik pak gewoon één druppel lijm, ik plak die haak tegen die zijkant en dat is klaar. Die vis die blijft perfect in balans en dat werkt gewoon perfect. En trek daar maar aan, dat zit gewoon echt vast. Want ik kan doen of dat ik trek, maar dat, als je gewoon recht trekt zoals een vis,
Ik denk als je doortrekt dat hij breekt.